De wijk Schurenborg heeft een belangrijk architecturaal patrimonium en dat is sinds 1980 ook beschermd. Maar huizen zijn al wel eens verbouwd, voortuintjes en beplanting veranderd. Het gezicht van de wijk raakte wat beschadigd. Na een grondige inventarisatie ligt er nu een herwaarderingsplan klaar. We subsidiëren dat met Vlaanderen als zo'n plan er is, wat hier het geval is. En dat laat toe aan alle particulieren om daar gebruik van te maken en dus die subsidie te krijgen. 40% van de werken met een maximum van 30.000 euro. Ook de voortuinen van de panden zijn een deel van het erfgoed en bepalen mee het uitzicht. Nogal wat voortuintjes hebben moeten wijken voor parkeerplaatsen van gezinswagens of auto's van werknemers van hier gevestigde bedrijven. Dat strookt niet met het herwaarderingsplan en dat probleem vraagt om een oplossing. We hebben nu het herwaarderingsplan. We hebben tegelijkertijd een oplossing die we uitwerken voor het parkeerprobleem in de wijk. En zodra dat die twee met elkaar kunnen samengevoegd worden, kunnen we samen met de wijk afspreken hoe lang gaan we nu erover doen om die voortuintjes te kunnen herstellen en de wagens ook uit de voortuin halen. Het is niet meteen de bedoeling mensen te verplichten. Bewoners moeten zin krijgen in de verfraaiing van hun wijk, meegesteund door subsidies. Buurtbewoners steunen dat idee wel, maar hebben ook kritiek. Een herwaarderingsplan is een heel mooi plan natuurlijk, maar ik denk dat de noden in deze straat en in heel deze buurt trouwens anders zijn. Je hebt de parkeerdruk en je hebt de nefaste invloed van het verkeer, het busverkeer, het niet aflatend autoverkeer door de straat. Ik denk dat dat problemen zijn die eerder moeten aangepakt worden.